Dus oma, haar trein heeft vertraging. Dus we moeten even hier wachten. Het is ook de verrassing trouwens. Dus we moeten even wachten op de rol. Ik weet niet of ze naar deze poort nu komt. Dus we zien het allemaal wel passeren. We kunnen alleen maar wachten en hopen dat naar de trein meteen komt en dat ze er meteen op kan aanzetten. Meer kunnen we natuurlijk niet wachten, wachten, wachten. Kijk, wie hier aangekomen is, de verrassing is hier aangekomen. Hallo, hallo. Dus we doen een tweede poging om te filmen. Dus kijk, ze heeft een petje. Dit zijn de kleurtjes die ze zijn. Ja, omdat ze roos aan heeft, moet een beetje matchen. Hè. Je kunt geen groene pet opzetten. Maar ja. Dat is te klein, hè. Extra large, extra large. Een grote fan van Mickey Mouse. Een klein broekje. Ik zal eens kijken. Is het een mooi plein? Een heel mooi plein. Nog nooit niet gezien. Dus we lopen hier nu. We gaan naar de grote markt. Dus, en ik ben haar begeleiding. Ze weet anders waar ze moet zijn. Zing eens. Even zonder jou. Dat wist ik wel hoor, dat je zonder mij niet kon. Ik ook niet zonder jou. Ben je nu? Kijk, oma, zo dichterbij, dat staat. Is dat niet? Of is ze? Dus ze staat al heel dichtbij, oma. Ze gaat gebeuren. Ze is een beetje stilletjes geworden. Dus, nee. Ja, dan ga ik twee klakken op mijn kop krijgen. Maar goed. Twee klakken zitten lachen, zitten lachen. Alsjeblieft. Tuurlijk wel, hier zeg je, is al klaar. Ja. Nee, maar goed. Ja, is goed. Ben trouwens. Dankjewel. Ja. En je hebt twee klakken nog, man? Ja, ja, dat is één van mij. Ah, oké, okay. Dan snap ik het. Ik denk misschien heb je zelf nog niet, hè. Het is haar grote droom. Zij ja, is al... dat is mijn eerste keer. Ik ben zo fan van die. Is het de eerste keer? Ja, ja. Allee, dat, goed, dat kun je in tekst zien, hè, maar op tv. En valt het nou mee of is het goed? En daarmee dat ze zei, nu pak ik u mee, nu gaan ze zeker een foto hebben. Dank je. Alsjeblieft. Is dat een nominatie? Alsjeblieft. Dank je. Allee, nog een keer. Een nominatie voor zomer, hè. Dank je wel. Dank je. Ja. Alsjeblieft. 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 Het is erop. Ja, maar één is genoeg haar. Ik zou wel gelachen hebben. En wie hebben we nu gezien? Steng van Samang. Ja, ik wil even testen of ze goed opgelet had. Dus Steng van Samang is ook een vriend. Dus... Daarop? Zit er heel op? Nee. Alsjeblieft. Wacht even. Ja. Dank u. Hallo. Hi. Nee. Ja. Dank u. Ja, so. En nu snel wisselen. Kom. Even opzij, die moet op de foto. We staan hier met Dana Winner. Ja, ja, even pak ze. Ja,
Ja, ik zal ook wat zijn dan ik. Een beetje omdoepen. Dank u. Ja. Allee. Ja. Dank je wel. Dat was dus Dana Winner. Dat heb je die ook al gezien, Dana Winner? Ja. Wat vond je ervan? Goed. Goed, zijn ze content? Voor haar maakt het ondertussen niet meer uit. Hè. Iedereen is goed, hè. We gaan nu naar Kenny B. Dus ja, ik heb hem nog nooit gezien, maar dit is de eerste keer. Die meneer... Die zwarte. Ja, Tindy William. Dus hij staat hier, dus... Hoe is dat oma? Ja. Zullen we dit al geven? Ze gaan het vasthouden en zo. Speed springt uit, hè? Speed springt hem uit. Ja, hallo. Dus ja, we wachten al. Dat was zijn album! Ja. Ja. Dat was van de deur. Els German Pre, een nek. Welkom, welkom. Nek. Kom, mooi. Ik heb een security mail. Wat een vraag zo. Ah, hoe gaat het? Ik ben een paar weken. Hey, Rick. Zo, lekker. Dit is als fit met elkaar. Oké, precies ook. Ja. Alsjeblieft, ziezo. Amai, dat was van twee kanten. Dus, dat is Peter van de Veire. Ja. Die kan het nu dat ik hem zie. Mag ik iets vragen? Jij woont toch in Belzingen? Ja. Ik zal zien. Dank je wel. Ik kom hier gewoon voorbij. Ik kon niet zingen het helemaal. Nee. Heeft hij herkend? Je kent hem nog. Ja. Ik moest daar te wachten. En ik maak de foto. Pas op, want er is een auto. Ja, doe maar. Het is een auto. Dat zijn de mannen van C. Ik heb nog twee. Dus leuk. Oma staat hier te wachten. Dus, eerst hebben we oma, laat ik zak even niet staan. Ik kan niet, was hier even. Is dat een braaf handje nog? Ja. Ik kan anders niet erin. Oh. Ja. Dank je. Als ze een vader opzet. Ah, kinderjes. Ja. Dat was zo. Ik ben niet te wachten voor bazaar. En oma is er bijna bij. Hoe is het? Kiara. Ik
ik moet hiervan leven. Ja, heel gelukkig jaar. Ik heb een spiritje van. Hoe heet hij? Minka? Minka's. Hey Minka, deze meneer zegt dat jij groot fan bent van mij. Ik zal hem maar geloven. Dus dikke zoen. En tot snel. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Die steek je nog? Ja hoor. Dank je. Hoi. Helemaal. Zijn bij haar? Ja. Ja. Dank je. Sorry. Alsjeblieft. Ja. Laat eens zien je pet op de camera. Kijk, dat deed ze allemaal al. Ze heeft al heel veel artiesten. Ik denk dat ze thuis komt dat ze niet meer weet wie, maar ze heeft al veel artiesten. Heb je weer al iemand bij van Bazaar? Ja. Je ziet dat je niet meer weet wie dat gaat aan je gaan passeren. Nee. Maar je gaat dat wel terugzien op de televisie. Hij zegt, ah, die ken ik nog. Ja. Ze staat hier al tussen. Meestal zijn ik nog niet mee als je er al tussen staat. Alsjeblieft. Anders niet doen we dat werk. Dus we staan hier gedaan. Ja, we gaan het even daar doen. We gaan daar. Ja, ik snap het, maar we gaan daar doen. Ja. Ja, maar ja, dat is een beetje dat het is. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Ik wil het eens aftekenen, alsjeblieft. Ja hoor. Dankjewel. Sorry, ik ga heel even... Voilà, zie. Vriendelijk. Dus als je goed kijkt, dan zie je de Romeo's. Dat zijn de Romeo's. Ze zijn nog aan het repeteren voor alle verduidelijking, dus die hebben nog niet echt. Kan nog niet zingen. En oma staat hier op de grote markt aan het stadhuis. Hier staat ze. En de Romeo's ook iets voor u? Ja. Kijk, dit is wat we besteld hebben. Oma heeft het betaald. Dank u wel. Dat is niks. Met plezier gedaan.